Hey, kom erbij. En welkom in Madurodam. Nederland in het klein. Waar je als reus tussen huisjes en grachten loopt. Het is een unieke miniatuurstad. Maar waarom staat er tussen al die oer-Hollandse huisjes een kleurrijk huisje? Dit huis staat op Curaçao. Op 15 juli 1916 wordt hier een bijzondere jongen geboren. George Maduro. George heeft een zorgeloze jeugd op het eiland. Het gezin bestaat uit zus Sybil, papa Joshua en mama Rebecca. George Maduro's vader was een dominante man. Had veel ambities voor zijn enige zoon. George, ook op 10-jarige leeftijd, was knap, was slim en over het algemeen gehoorzaam aan zijn ouders. Hij was precies alles wat ze hadden kunnen wensen in een zoon. Als hij 10 wordt, moet hij van zijn vader naar school in Nederland. Dus hij gaat. Natuurlijk wil George dat liever niet. Helemaal alleen in zo'n ver land. Maar hij snapt hoe belangrijk het is. Hij gaat eerst naar de basisschool. Dan naar de middelbare school. En daarna naar de Universiteit van Leiden om daar rechten te studeren. George Maduro was from the very outset targeted to take over the family firm, S.E.L. Maduro & Sons. He was sent to Holland for his education, to become a lawyer, and then eventually go back to Curaçao and take over the reins of the business. Het is 1936. Het is onrustig in Europa. De nazi's worden steeds machtiger en er dreigt oorlog. De ouders van George willen dat hij terugkomt naar Curaçao omdat hij als Jood extra gevaar loopt. Daar kon hij razend over worden. Nederland was zijn land. Als je land je nodig heeft, dan ga je daar naartoe, dan verdedig je haar. Zo voelde hij dat, zo handelde hij. Maar George is vastberaden. Hij blijft in Nederland om in militaire dienst te gaan, om verder te studeren en omdat hij verliefd is op de Nederlandse Hedda. And during that year he met a lot of other young men who were also going through that first year of service and he made a lot of real long time friends. There's a lot of bonding that goes on during that kind of an experience. Wat iedereen vreest, gebeurt. De oorlog breekt uit en Nederland roept zijn soldaten bij elkaar. George is 24 jaar en opgeleid tot reserveofficier. Het is 1940 als de eerste bommen vallen. De nazi's bezetten het strategisch gelegen Villa Dorrepaal aan de rand van Den Haag. George krijgt de opdracht om met 15 man de villa te bevrijden. Pas dan kan de regering samen met koningin Wilhelmina naar Engeland vluchten. George gaat voorop. Oké, mannen. Jullie links, jullie rechts en op en neer met die mitrailleur. En blijf schieten. De nazi's denken dat ze door een bataljon omsingeld zijn en geven zich over. Het is groot nieuws. How he managed to have the courage to, for instance, to charge on the Villa Dorrepaal, be the first to cross that bridge, knowing that he could be killed instantly, that would be it, the end of his life. Where did he get the courage to do that and to lead his troops who followed him? De slag om de villa is dan wel gewonnen, maar de oorlog niet. Op 15 mei 1940 geeft Nederland zich alsnog over. Ondertussen komt op Curaçao de oorlog ook dichtbij. Nazi-onderzeeërs varen als haaien om de eilanden. Ze vallen olietransporten aan en maken het de geallieerden daardoor extra moeilijk. Militairen uit de Antillen, Amerika en Europa beschermen de olietankers en de raffinaderijen. Terug in Nederland
gaat George in het verzet. Maar het is van korte duur. De vijand pakt hem op en zet hem achter slot en grendel in de gevangenis in Scheveningen, die ook wel spottend het Oranje Hotel wordt genoemd. George zit er 7,5 maand. De nazi-verhoren zijn snoeihard. We weten wie je vrienden zijn, George. We weten het. De pijn schiet door George's vermoeide hoofd. Waar zijn de andere verzetstrijders? Wie zijn ze? Maar George zwijgt. Hij zal nooit iemand verraden. Zelfs niet als ze hem eenzaam opsluiten. George komt weer vrij. Hij besluit te vluchten naar Engeland om vanuit daar in het verzet te gaan. Zijn vrienden raden het hem af. Hij wou niet luisteren. Hij kon niet luisteren. Hij was zo vergeven van zijn haat van de Duitsers. Hij kon gewoon niet ophouden. Hij moest wel doorgaan. George, doe het niet. Ga niet op een tocht naar Engeland, want je komt er niet. Ja. Hij wil samen met een groep medevluchtelingen met de trein via Antwerpen, Brussel en Parijs naar Engeland. Een gevaarlijke onderneming. George en zijn kameraden komen niet verder dan de Franse grens. Een van de mannen die ze vertrouwden blijkt een spion. Hij verraadt de hele groep voor geld. Zijn naam Prosper de Zitter. Het is 1944. George komt in een nazi-gevangenis terecht, in Saarbrücken. In de gevangenis gaat de gezondheid van George hard achteruit. Maar zijn vastberadenheid wordt alleen maar sterker. Op 11 mei gebeurt wat George en vele andere gevangenen al zo lang hopen. De geallieerden bombarderen de gevangenis. George kan vluchten, maar doet dat niet. Hij haalt gewonde medegevangenen onder het puin vandaan. Daardoor wordt hij weer opgepakt. George was een enorm loyaal iemand. Hij had veel loyaliteit. En tegenover zijn land, tegenover zijn vrienden. En dat als er consequenties waren voor hem, zo zei het, so be it. George wordt op transport gezet naar het concentratiekamp Dachau in Duitsland. Ondanks dat hij erg ziek is, blijft hij iedereen om zich heen opvrolijken. George's leven eindigde in Dachau. Hij was er maar ruim 7 weken. Maar de mensen die hij daar ontmoette, daar maakte hij een enorme indruk op. In juli 1945 krijgen de ouders van George slecht nieuws. Gevangene 133401 stierf op 9 februari 1945 aan de vlektyfus. Moeder Rebecca is ontroostbaar. Ze zal de rest van haar leven om haar George blijven rouwen. And she just couldn't get over the fact that George had died so close from the liberation of the Dachau camp. That for her was the ultimate irony. 3 maanden na zijn dood, op 29 april 1945, bevrijdde de geallieerde Dachau. Op 5 mei is Nederland officieel bevrijd. Het wordt ook op de Antillen uitgebreid gevierd. George is nog geen 29 jaar oud geworden. Na zijn dood krijgt hij de hoogste militaire onderscheiding. De Nederlandse Willemsorde. Voor zijn uitstekende daden van moed, beleid en trouw. It's that sense of duty, what they have to do. And they do it. And they don't do it to get fame. They don't do it to get acclaim. They don't do it to get medals. They do it because they have to do it. Zijn ouders betalen de bouw van Madurodam in Den Haag als monument voor hun zoon.
In 1952 is de eerste burgemeester van Madurodam de dan 14-jarige prinses Beatrix. Mag ik u thans de ambtsketen omhangen als teken van uw waardigheid van burgemeester van Madurodam? Ik ben heel blij dat ik het burgemeestersambt van deze stad mag aanvaarden en wil mijn moeder daarvoor hartelijk dank zeggen. Ik ben trots dat ik hiervoor ben uitgekozen, want Madurodam is werkelijk een bijzondere stad. Het is immers gesticht op initiatief van meneer en mevrouw Maduro met het doel anderen te helpen. Nu, meer dan 60 jaar later, komen er jaarlijks honderdduizenden kinderen kijken. En die zien allemaal het Curaçaose geboortehuisje van onze held. Madurodam is misschien wel het vrolijkste oorlogsmonument ter wereld. Zijn 100ste verjaardag wordt groots gevierd. We zijn hier bij elkaar omdat George Maduro vandaag precies 100 jaar zou zijn geworden als hij niet in 1945 in Dachau zou zijn omgekomen. Vandaag krijgt George Maduro een verhaal en een gezicht, omdat hij dat verdient. Het is iets om heel trots op te zijn. George Maduro is iemand om trots op te zijn. Pita, masha orgulloso que George Maduro etabata mi tio. Masha orgulloso. George Maduro, een held uit Curaçao en Nederland die we nooit meer zullen vergeten.